jullie de Gymshark items laten zien. En nu heb ik een pakketje binnengekregen van de Sasha. Het model Sinclair. Wel gezellig, meiden. Lekker uit eten in de Kronings. En ik heb dus een pakketje binnen van Boots & Gusto. Vandaag gaan Chanel en ik lekker even shooten. We gaan even foto's maken. Maar ik heb echt iets van 7 outfits die ik mee wil. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben met Luna, maar die camera kan niet goed recht staan. Luna is er ook. En wat hebben we net gedaan, Luna? Ik heb net met David gespeeld en dan ga ik morgen ook niet met David spelen, maar met Simon. Ja, en we hebben net Emma en David weer naar huis gebracht. En het is al 5 uur. En ik heb net een nieuwe SD-kaart binnengekregen. Dus vandaar dat ik mijn vlog iets later begin. Als je de vorige vlog hebt gezien, SD-kaart, daar was iets mis mee. Ik kon geen beelden meer importeren op iMovie. Dus ik denk dat het aan mijn SD-kaart ligt. En ik ga straks maar wel even of morgen of zo even proberen of het met deze wel lukt. Dan weet ik het natuurlijk zeker. Maar daar ga ik van uit. Nou ja, dan heb ik een extra SD-kaart en dan heb ik een ander probleem. Maar goed, we hebben dus Emma en David teruggebracht. En we gaan nu weer naar huis. En straks gaat Chanel ook bij ons eten. Dus dat is wel gezellig. Sander komt dan ook weer thuis. En dan gaan we even moeten lekker wij wijn drinken. Chanel ophalen? Vrijdagmiddag. Moet je Chanel ophalen? Nee, ik weet niet wat Chanel doet. Die is nog in de tuin bezig. Ah. Wat? Ik wou heel graag dat wij Chanel ophalen. Dan komen we ook even naar binnen. En dan wou ik even naar zijn tuin kijken. Je mag Chanel wel even bellen om te vragen of we even langs kunnen komen. Maar haar thuiszet is nog niet klaar. Zo, want haar opa is nog aan het schoonmaken. Maar dus dat is de planning voor vanavond. Gewoon even lekker een vrijdagmiddagborreltje. En Chanel, ja, dan tot 9 uur nee, natuurlijk. Morgen. Maar morgen kan niet. Nee. Ja. En we gaan straks even wat eten. Maar we willen even wat bestellen of ophalen. Want ik heb echt geen zin om te koken. Ik wist ook echt niet wat we wilden eten. Dus we gaan iets, waarschijnlijk weer iets ongezond eten. Maar wel iets lekkers. Ik heb een nieuw pakketje binnengekregen van Gymshark. Dus dat ga ik jullie ook nog even laten zien. Dat is voor vanavond de planning. Ik ben weer thuis. En Luna is nog even bij de buren gaan spelen. Dus ik ga jullie toch alvast even de Gymshark items laten zien. Dus ik ga me even omkleden. En dan de setjes even voor jullie aantrekken. 2 setjes, 2 shirtjes en 2 broeken. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, de eerste items. De eerste is dit leuke shirtje. En ik heb dit shirt dus laatst ook besteld, maar dan in zo'n beetje bruin-grijzig kleurtje. Maar toen zag ik deze ook al, want wilde ik deze ook al graag, maar toen was hij uitverkocht in mijn maat. Maar hij is er dus nu weer. En deze ga ik sowieso houden, dus vind ik echt super leuk. En dan de broek. Dit is de broek dus met die gaten. Ik twijfel een heel klein beetje. Hij zit wel echt anders dan die andere. Deze is iets stugger hierboven ook. Maar ik had deze genomen omdat hij wel echt even lekker high-waist is. Want ik hou er niet van als hij tot de navel of zo komt. Deze komt echt, hier zit mijn navel. Er zit er nog wel een stukje boven. En deze, dat zag ik al op die foto, dat deze echt wel lekker high-waist was. Dus dacht ik, bestel die. Ik vind die camouflagebroek ook heel leuk. Maar die zijn dus niet extra hoog, zeg maar. Maar ik vind op zich dit setje zo wel heel leuk. En deze broek is wel echt zwart. En die andere die ik heb, die is een beetje donkergrijs. Al zegt de site dat die wel black is, ben ik het daar niet helemaal mee eens. Maar goed, ik vind dit shirt sowieso super leuk. Echt deze kleur. Love it. En ik draag het allebei. Oh nee, deze draag ik in een S en die broek in een XS. En ik ga nu die andere set aantrekken. Oké, dit zijn de andere items. En ja, hier heb ik dus dat wat ik zei net over die niet zo hele hoge broek. Dat is dit dus. Ik dacht dat deze ook hoog was. Maar dat is hij dus niet. Kijk, hier zit hij dus precies op mijn navel. En dan vind ik het gewoon met zo'n crop top. Kijk, want nu ik kan het aanspannen en mijn abs-achtig iets showen. En dan is het wel oké. Kijk, like this. Maar als ik het ontspan, dan ziet het er letterlijk zo uit. Wat ook niks mis mee is. Maar daar voel ik me gewoon net even wat minder prettig bij als ik gewoon lekker mijn workouts doe. Alleen vind ik deze kleur, ik vind het wel echt zo leuk. Baal wel een beetje. Kijk, en achter op mijn rug gaat het dan ook zo. Dit, zeg maar. Dus dat vind ik echt super jammer. Ga ik nog wel even kijken of misschien zoiets vergelijkbaars in zo'n kleurtje. Alleen dan, kijk, want hij zit gewoon op mijn navel.
Want zo ben ik even lekker aangespannen. Als ik flex even gewoon alles laat, dan ziet het er net iets minder mooi uit. Deze top hou ik wel. Ik wilde graag een witte crop top. Dus daar ben ik blij mee, die is top. Deze wederom in een XS. Deze in een S. Hoi. Gaan we zo doen? Naar bed, hè? Maar morgen heb jij weer een leuke dag. Morgen ga je? Ga je morgen doen? Spelen? Ja, je bent ook best wel moe, of niet? We hebben een drukke dag gehad. Heel druk gespeeld. 7:10. En onze pizza, we belden om 6:00 of 6:15 of zo. Het is helemaal blauw. Zo. We belden rond 6:15 en toen was het pas om 7:30 klaar. Dus Sander is nu naar de appie en naar de pizza halen. Snel zijn we lekker aan het wijnen. En ik ga Luna bij doen. Proost! Yay, it's pizza time! Ja, yeah, dat is mijn. Oh, yippie. Woep! Cheers. Morgen, het is vandaag. Sokkies! Zaterdag. Dank je. Luna gaat zo spelen. Hey, bij een vriendje. Luna zag het net. Het is weer 9:45 en ze gaat om 10:00 spelen. Maar Chanel is hier gisteren nog even een borreltje, dus ze is op mijn fiets weer naar huis gegaan. Dus ik moet even wachten tot Chanel komt hier, dus zo die fiets brengen. Dan kan ik Luna daarheen brengen. Dan moet ik daarna met Chanel haar nieuwe tuinstoelen ophalen bij de Quantum in Groningen. Goed, dus dat is de planning voor nu eerst. En dan even afhankelijk van hoe laat Luna weer opgehaald moet worden en zo. Toen we even zien wat ik ga doen. Sander is net vertrokken. Die is weer met zijn auto bezig, zoals elke week. Dus als je mijn vlogs langer volgt, zou dat niet iets nieuws zijn. Hij heeft een soort schadeprojectje en hij knapt auto's op. Ja, dus... en hij maakt auto's ook. Ja, hij maakt ze weer helemaal. Hij gaat net weg. Daar zit hij. Ja, want nu moet hij... voor ons de witte auto maken. Oh ja. Of gaat hij voor naar zijn werk? Nee, hij gaat naar de auto. Ja, dacht ik al. Hoi allemaal, ik ben weer thuis en het is 2:30. Ik had natuurlijk met Chanel even die tuinstoelen zo gehaald. Volgens mij had ik dat verteld. Dat was al om 10:30 zo. Toen hadden we die weer teruggebracht. En toen heb ik daarna weer Chanel weer. Zijn we weer naar Groningen gereden. Chanel heb ik weggebracht, want die ging iets doen met collega's. Een soort stadswandeling. Het was een georganiseerde culinaire 4 mijl of zo. Dan kreeg je hapjes en zo. En dan ging je een wandeling maken. Dus ik had haar naar de stad gebracht. Ik heb het super koud. Oh, ik ben niet helemaal een beetje moe. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nu nog even langs mijn oma. Gezien ik toch uit de stad kwam, mijn oma woont in Groningen. En nu heb ik een pakketje binnengekregen van de Sascha. Ik ben echt super benieuwd. Het zijn schoenen. Ik ga jullie ze even laten zien. Dan moet ik ook even andere sokken hebben. Ik had dus vorige week deze schoenen ook besteld. Maar dan in een andere maat. Want ik dacht, ja, ik heb tegenwoordig maat 38. Stel maat 38. Waren ze ineens weer te groot? Nou, ik word toch helemaal niet goed. Dus ik heb nu een maatje 37 besteld. Dus ik ben echt zo benieuwd of dit past. Want mijn voeten zijn dus ook nog heel erg ongelijk qua grootte. De een is eigenlijk een maat 37 en de ander is bijna maat 38. Tenminste, inmiddels dacht ik dat. Ik moet het even zien. Ik ga even dikke sokken aandoen. Ik heb sowieso altijd dikke sokken in Dr. Martens aan. Dat het gewoon een beetje van die roege schoenen zijn. Het zit lekkerder als je een wat dikkere sok erin aan hebt. En het zijn dus de... Dr. Martens en dan het merk... het model Sinclair. Met een leuke rits en dan hier van die veters. Ja, super chill. En ik hoop echt enorm dat deze wel goed zijn. Want anders heb ik gewoon... Ja, dan val ik er misschien net tussenin of zo. En dan pas ik ze dus allebei niet. En het zijn gewoon hele dure schoenen. Dus ik wil wel gewoon dat perfect zit. En goed en zo. Ja, ik heb natuurlijk ook al de gewone... De Jadens. Ook met die dikkere zool. Die past wel. Past wel. Dus ja, dan... Oh, dit zit er echt perfect. Qua maat. Dat is fijn. Oké, okay, I don't know. Of dit de bedoeling is. Sok komt er nu een beetje lelijk bovenuit. Maar ik heb ook zwarte lagere Nike sokken, dus die doe ik er meestal in aan. Oeh, I kinda like it. Heel erg leuk. Maar ik moet die andere natuurlijk ook nog even aandoen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien.
Heel nice. Dit is echt perfect. Oké, dit zijn ze. Ik denk dat je ze hier het beste kan zien qua licht. Ja, dit is echt top. Ze zit echt perfect. Deze sok zit echt lelijk. Zo. Het is toch te leuk. Ik hou het, denk ik. Die vind ik echt top. Zo apart dat ik hier dan weer een maatje 37 van heb. Van die andere Dr. Martens. Van de dikke zool, Jaden's, heb ik ook een 38 namelijk. Maar deze heb ik echt met een 8. Ja, 37. Mijn tenen raken ook de voorkant niet. Zo gek. Maar echt blij mee. Ze staan ook leuk onder deze broek trouwens. Moet ik zeggen. Deze broek van de Bershka trouwens. Met gaten. Leuk. Goedemiddag. Nogmaals, het is inmiddels alweer 4:30 of zo. Oh, alweer bijna 4:55. En ik heb de boel een beetje opgeruimd. Gestofzuigd, wasje opgevouwen. En ik dacht, ik ga nu even editen. Ik heb nog steeds beelden, zeg maar, ik heb een avondroutine opgenomen. Maar die heb ik nog niet geëdit. Luna was net met de buren naar Zuid-Laren. Naar een soort strandje, naar het meer daar. En er zit ook een speeltuin en zo. En ze ging erheen en ze mocht mee. En ook nog een ander meisje die hier ook in de buurt woont. Dus dat wordt er heel erg leuk. En toen heb ik even gewoon gechilled op de bank. Want ik was echt moe. Ja, toen dus was... Ik had ook een wasje er even ingedaan. Die heb ik inmiddels in de droger. En de was die er nog was... de was die er nog was, heb ik opgevouwen. Gestofzuigd. En ik ga nu nog even met de Swiffer erdoor. En dan ga ik editen. En ik weet niet wat we vanavond moeten eten. En ik ben een beetje bang dat het gaat neigen naar... McDonald's. Want we hebben niks in huis. En daar heb ik zin in. Want ik ben gewoon een beetje... Gisteren hadden we wat wijntjes gedaan. Ik ben echt niet heel erg brak hoor. Maar toch voel je dat wel een beetje. Dat je dan trek hebt in vet voedsel. Herkennen jullie dat? Ik heb dat altijd. Hoeveel ik ook gedronken heb. Nou, niet daar in een wijntje. Maar wel gewoon als ik een aantal wijntjes heb gehad. Dan heb ik dat meteen. Maar goed. We hebben dus zo'n rot tafeltje. Een zwart tafeltje en dan komt er onder zo snel stof. En je ziet het vooral gewoon zo snel. Ik doe dit echt een paar keer per week, maar elke keer ziet het er weer goor uit. Dan moet je er zo moeilijk met dat ding in. Zo. Echt rottig. Mag ik nou wat vragen? Wat mag je bestellen? Wat je doet? Ja, ik wou graag één maestro dubbel menu. Medium menu of groot? Medium. Met frietsaus. Ja. Wat voor drink van cola? Ja. Ja, een cola. Ja. En dan wou ik ook nog graag een chicken McNugget menu medium. Met frietsaus. Ja. En zoetzuur. Ja. En ook graag, graag cola zero. Ja. En dan wou ik een happy meal. Met kipnuggets. En met een cola. En ook een frietsaus. En appel. Ja. En voor Jots of meisje? Meisje. Verder nog iets? Een McCroket. Een McCroket. Wat was hem? Ja, dat was hem. Bedankt voor de bestelling. Met 7 minuten tot 35 mag ik doorrijden. Ja. Doe maar weer aan. Mama, helpen. Ja. Wat ik het weer zo hoor. Ik heb er weer een unicorn. Volgens mij. Ik ben benieuwd wat ik heb, maar volgens mij wel een unicorn. Nu een ander als de vorige keer. Dat had ik... Ja, ook. Met die andere. Huh? Dit is... Ha! Goed? Let's zien. Ik mag de wijfjes hier. Oh, roze. Ja. Mooi. Cute. Ik heb dit nog erbij. Dat is My Little Pony, is dat? Ja, zoiets wel. Oh ja, handig. Oh, ja, de vorige keer bij mij had je die, bedoel je? Ja, en deze heb ik al. En deze heb ik al. Oh, en nou, heb ik perfect. Ook eens voor jou. En weet je welke ik heel graag wil hebben? Nou? Kijk, deze die toch ik heb eigenlijk allemaal. Ja. Oké, nou, dit zijn we even eten, schat. Zal ik even hierbij in doen? Waar moet het sausje dan? Ja, die komt er nog aan. Kijk. Mag ik die openmaken? Ja, dat is wel goed. Dat had ik laatst ook. Dat vond ze niet mooi. Dat ging niet goed. Mijn food ook al. Lekker kipnuggets. Nu heeft een Happy Meal. Hier. Wow, kijk hoe lang. Wat papa. Wow. Echt wat mooi vind ik. Met een cola zero. En Sander heeft een maestro burger. Maar dat heb je wel kunnen horen. Want ik ben ook een... Man. Mag ik mijn unicorn? Ja. Hoofdgeblaft. Ja, ik wil ook eten.
Nou, gezellig meiden. Lekker uit eten in de Kronings. Ja, de Kronings is niet fijn. Nee, het is niet fijn. Nop, nop, nop. Nop, nop, nop. Wat vinden jullie het stomste aan corona? Het allerstomste. Dat we niet naar Sjoevel kunnen. Dat we nergens heen kunnen. Ja, niet naar de winkels. Ja. Even een keer leuk in de stad of zo, hè? Ja, of naar Monkey Town. Ja, zwembad. Klopt, hoor. Ja, ik ook. Mee eens. Oh. Ja. Eigenlijk vind ik het allerstomst dat ik helemaal niet naar school kwam. Ja, dat kan wel weer, lieve. Maar nu niet. Vind ik maandag moet je weer naar school, nog twee dagjes. Zin in? Twee? Proef je cola eens? Ja, ik vond het goed, hoor. Nee, ik ook. Auw, verbrand een strotje. Heerlijk. Jullie hebben vandaag gespeeld met allemaal kindjes, hè? Vandaag met Tijmen. Ja, en daarna nog met de buren. Ja, dan ga ik met de buren eigenlijk heen dat Sander je partijtje hebt laten vallen. Sander was de hele dag weer aan het werk. En weer? Ja. Nee, toch. Hij was toch niet op zijn werk? Nee. Hij zei... Heet het nog op het werk? Nee, aan het werk. Aan het werk. Mag wel schroepen. Een hapje. Pas op, ja. Die onion gaat vandoor. Ik wil niet met die dikke onion. Ja. Groot. Voorzitter van je. Lekker? Ik weet u echt nooit burgers bij McDonald's. Vind je het lekker? Ja, heerlijk. Ja. Mosterd, ketchup. En alles tussen. Dat is nieuw, hè? We hebben ze toch al wel wat vaker. Ik vind het jammer dat we niet meer naar de McDonald's binnen kunnen. Ja, dat vind ik ook jammer. Ja, kunnen we ook een spelletje mee doen binnen daar bij die tafels? Die spelletjes zijn leuk, hoor. Goedemiddag, morgen. Het is vandaag zondag. Wat is er? Ja, we gaan zo maken, schat. Wat gaan we doen? Taart bakken! Welke? Appeltaart! Zo chill. Zin aan. Maar ik wil alleen maar... Zo weer een nieuwe hello. Dit vind ik niet zo lekker. Hello. Appels. Oh, appels wil ik er wel door, maar dit niet. Zo zwijntje. Oh ja, nee. Maar niet. Weet je wat een rozijn is nu? Ja, weet je wat een rozijn is? Ja. Wat dan? Ga je niet vertellen. Weet je het ook niet? Oh, echt wel. Kijk maar, op het plaatje. Wat is dit? Ja, dat is het ook. Wat is het dan, lieverd? Druifjes. Ja. Rozijnen zijn gedroogde druifjes. Dus die lus je gewoon. Of lus je geen druiven? This is how we do it. This is how we do it. Oké, nou zullen we beginnen dan? Kan ook wel. Het bed van Luna is ook weer opgemaakt, dus je wil echt één dikke bende.
Maar ik vertik het echt om het op te ruimen. Ze doet het lekker zelf maar. Want het is zoveel ellende. Echt. En haar gordijn is er dus afgeflikkerd. Eergisteren. Tenminste, niet afgevallen. Ze ging het raam aan het raam roppen of zo. En ik weet niet precies hoe het is gebeurd, want ik was er niet bij. Maar toen viel dat ding er dus af. Dus haar rolgordijn ligt daar. En is er afgevallen. Dus ja, haar raam kan ook niet meer open, want haar gordijn hangt erin. Zo, het is inmiddels 4:20. Ik heb even nog lekker een smoothie gemaakt. Daar zit volgende mango ook voor. Rood fruit. Of gewoon, ja, bosvruchten, rode vruchten. Mandelmelk, magere kwark, proteïnepoeder banaan. Een beetje vanille drupjes van MyProtein. En dat was hem volgens mij. Courgette, dat ook nog. Dus daar ga ik even lekker op eten. Sander is... opdrinken. Sander is al bezig met Hello Fresh voor vanavond. We hebben namelijk een hartige taartachtig iets. Een quiche. Prei en dat soort dingen. Dus die is wel maken, want die moet in de oven. So that's very nice. En nu is tv aan het kijken. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik zit alweer in de sportkleren. Ik zie er echt niet uit. Maar ik heb Luna net even naar school gebracht. Ze heeft weer school. Ze had volgende week vakantie. Dus ze is nu eindelijk weer naar school. En ik ga even lekker ontbijten voordat ik ga sporten. Ik sport altijd bij Chanel. Een vriendinnetje van mij die heeft 2 grote garages naast aan haar huis vast, zeg maar. En in een van die garages sporten wij. En hebben we gewoon wat gewichtjes. En er staat ook een fiets, zeg maar, waar je op kan fietsen. Maar dat doen wij nooit. Ik hou niet van cardio. Maar daar sporten wij dus. Dus daar ga ik zo naartoe. Maar het is nu, ja, dus 20:20. Dus om 9 hebben we afgesproken. Dus het komt perfect uit. Dus ik ga nu even ontbijten. En dan hebben we vandaag lekker onderlichaam. Dus billen en benen. Ik hoop dat wel weer zin in. Vandaag geen idee wat echt de planning is. Er komen vandaag nog 2 pakketjes binnen. Eén van de Zara. Maar daar ga ik denk ik even een aparte shoplog over maken. Want dat is best wel veel. En één van Goods & Gusto. Die ga ik jullie laten zien. Maar ik weet niet hoe laat het vandaag komt. Dus misschien dat het ook morgen wordt. Nou, zie ik dan wel weer. Hoi. Ik ga nu Luna halen, want ze ging spelen vanmiddag. Bij een vriendinnetje dus ik haar halen, want het is al 5. Ik moest er om 5 zijn ongeveer. Even denken, ik had met Chanel getoerd. Gewoon lekker helemaal niks gedaan. Gewoon in de auto toeren. Maar goed, ik ga dus nu Luna ophalen. Op fiets. En Sander die is stenen halen, want we gaan een soort van de tuin even een klein stukje aanpakken. Achter in de tuin gaan we een leuk hoekje creëren met een set en zo. Dus hij gaat daar stenen voor halen, want we gaan een stukje dus bestraten. Want we hebben nu allemaal gras achterin en dat loopt ook een beetje omhoog. Dus hij gaat dat dan vlak maken en bestraten. En dan leuke lounge set er neer en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar goed, dat gaat hij dus straks doen met zijn vader. En dus ik eet gewoon met Luna. En hij eet dan later, denk ik. Hier staan ook de pakketten. Dus ik ga jullie, denk ik, straks of morgen, weet ik nog niet, even die van Goods & Gusto laten zien. Maar nu eerst Luna halen. Ik ben er weer. Ik ben weer thuis van Luna halen. En Luna is meteen naar de buur gegaan, want die stond dus op straat. Dus... nu is het op de trampoline in de achtertuin. En ik heb dus een pakketje binnen van Goods & Gusto. Ik mocht wat items bij hun uitkiezen. Echt super leuk. En ik had dus mijn favoriet doorgegeven. En ik weet niet precies wat er binnen is gekomen. Dus ik ga jullie dit ook aan laten zien. Oh, dit is zo leuk. Kijk, het zit allemaal in zulke pakketten. Ik hou er zo van. Hoi Sanne, alvast veel plezier van je toffe items. Nou, leuk. Hier staat ook nog... oeh! Hoi Sanne, heel veel plezier van je bestelling. Nou, gewoon 3 van die pakketten. Ja. Ik ben super benieuwd. Oké. Volgens mij al 2 dingen waar ik heel blij van word. Oké, helemaal het einde. 2 hele toffe truien. Kijk, en de voorkant is dus gewoon wit. Maar de achterkant heeft dus een vet stoer, ja, stoere tekst of zo. Helemaal leuk. Ik zal alle linkjes trouwens allemaal even in de beschrijving zetten. Dus dan kan je daar allemaal vinden. En deze heb ik in een L oversized gekozen. Hetzelfde gaat voor deze. Deze heeft dus op de achterkant wederom iets. Dit. En dat staat ook op de voorkant. En dan hier ook nog weer een tekstje. Zeg maar niet veel iets met Parijs. Ja.
Dan een hele leuke shopper. Volgens mij had ik deze niet gekozen. Volgens mij is dit er gewoon bij gedaan. Wat leuk. Helemaal leuk. Het staat erop. If you see me talking to myself, I'm having a staff meeting. Leuk. En hier aan deze kant staat dan nog het logo Goods & Gusto. Hier ook nog onder. In het lila. En dan, deze zit daar ook. Wat gaaf. En hier staan van die dobbelstenen. En dan staat er, you can't always throw six. En een beetje een grijze, verwassen-achtige kleur lijkt het. Deze heb ik in een maatje M. Want deze viel al oversized. Tenminste, dat stond op de site dat het een oversized trui was. Dus ik dacht, dan neem ik die gewoon in mijn normale maat. Oh ja, en dan heb ik een hele leuke blouse. Een hele wat langere blouse. En een mooie soort van beetje nude beige kleur. Deze heb ik in een... Oh, dit is een one size. Hiervan had ik lekker bedacht dat het helemaal leuk was. Als je dit dan in de zomer lekker over je bikini aan kan doen. Naar het strand of naar het zwembad. Of gewoon als het lekker weer is in Nederland. Ook gewoon lekker als je naar het meer gaat of zo. Dat had ik daarvoor eigenlijk een beetje bedacht. De kleur ook helemaal leuk. Daarvoor had ik dat dus eigenlijk een beetje bedacht. Want hij is natuurlijk wel... Eigenlijk volgens mij wat aan de korte kant voor een jurkje. Maar goed, als je met je bikini gewoon op vakantie bent of zo, dan is dat wel heel erg leuk. Dan de laatste. Een heerlijke joggingbroek. En deze... Is dus hetzelfde als die witte trui. Het is niet hetzelfde, maar is van dezelfde lijn of zo, denk ik. Want hier staat ook dat baked buffalo chicken tenders. En het is gewoon lekker een zwarte joggingbroek. Met dit dus op de pijp zo onder. Oh, en dan... Oh, dit lijkt me heel leuk. Een SM. Leren legging. Van de binnenkant is hij echt heerlijk zacht. Ik weet niet of je dat kan zien, maar het is een beetje zo'n vliesstofje. En dan loopt hij zo uit aan het einde. Kijk, dat leek me zo leuk. Oh, dat leek me echt helemaal leuk. Het zag er helemaal leuk uit in ieder geval op het plaatje. Dus een beetje een legging, maar dan met flared pijpen. Hij lijkt ook echt niet lang of zo. Tenminste, ik ben 1,65, dus voor mij lijkt hij echt perfect. Slot. Oh, leuk. Deze broek. Het is een lekker licht broekje. En hij is een beetje aan deze kant. Ik weet niet of dat goed overkomt op beeld. Maar aan deze kant is hij lichter. Ja, zo zie je het volgens mij wel. Dan op die kant. Hier zie je eigenlijk gewoon heel licht blauw. Jeanskleur. Ik zit even te kijken wat Luna doet. En op deze kant is hij wit. Dat vond ik echt super leuk. Ik heb hem wel in een 36. Maar hij zit hier wel een beetje rek. Maar goed, dat is dus deze. Maar hij zit hier wel op vrij wat rek in. Dus ik hoop dat ik dat pas. En ook deze lijkt er echt wel op hele goede lengte. Oké, op het moment dat ik deze shoplog deed, had ik de kortingscode nog niet. Maar ik heb hem inmiddels binnen, dus ik wil hem jullie even tussendoor laten weten. Kortingscode is SanneVerhoeven15 en dit geeft je 15% korting op de gehele nieuwe collectie. Hij is niet geldig in combinatie met andere sale of aanbiedingen, dus dan weten jullie dat. Maar goed, een kortingscode, dus mocht je toch nog leuke items zien of even lekker willen shoppen, dan kan je die gebruiken. Zo, Luna is inmiddels ook weer binnen. Daar zat een beetje buik bij. Ik had net wat snoepjes gehad, maar ik zat niet op te letten omdat ik die shoplog aan het opnemen was. Echt heel erg, zat ze gewoon echt... Iets van, ik weet niet hoeveel. Auw. Hel. Auw. Jeetje. Dat deed pijn. Ik heb hier gekauwd aan mijn vinger. Daar. Oh, hij pakt hem niet. Daar. En dat deed ik tegen die hete gesmolten kaas. Dat voelde niet heel prettig. Maar het zat ik dus niet opletten. Ze had ze wat. Ze dus extra snoepjes genomen. Oeps, slechte moeder. Maar goed, dus ik had ze wel pijn. Ik zei, ja, dat zal wel komen dat je die hele snoeppot hebt leeggevroten. We gaan nu wel even een tosti eten. Tenminste, Luna. Luna, je tosti is klaar.
En ik ga een stukje quiche eten. Want we hadden gisteren quiche van HelloFresh nog. Van vorige week. En die hadden we niet helemaal opgegeten. Dus die heb ik nu nog. Dus dacht ik, dan doe ik dat nu. Het is vandaag dinsdag. En ik sta op het punt om te vertrekken. Ik ga weer sporten bij Chanel. Dus ik zie jullie daarna wel even, denk ik. Ik weet niet of ik jullie elke keer moet meenemen in sporten. Want dat doe ik elke week al. Dus ik weet niet hoe leuk jullie dat nog vinden. Laat me anders maar even weten. Want ik ga nu verder heen. En ik weet nog niet helemaal wat de dag me brengt. Ik moet eigenlijk even video editen. Want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Die heb ik al ongeveer 2 weken geleden opgenomen of zo. Nee, vorige week. Maar goed, die moet ik hier online. Avondroutine. Dat moet ik eigenlijk even doen en dan verder nog maar even zien. Maar eerst sporten. Zin in. Deze vriendin is er weer. Ik heb er weer opgehaald. Chanel is er ook. En we gaan nu dus even naar Emma. Die is verhuisd, dus ze is nog druk bezig. We gaan even kijken naar een nieuw huis. En dan, het is ook inmiddels al 3:30 geweest. En daarna even nog naar de winkel. Chanel eet hier, want Sander is nog meer stenen halen. Hij heeft allemaal stenen opgehaald. Ik zal hem laten zien. Oh, let's go. Ja, ik ben klaar. Lig hier. En hij gaat dus nog meer ophalen vanavond, dus die eet weer niet thuis. Dus Chanel bij ons. En mijn pakket staat er ook nog. Staat. Voor mij. Voor jou? Ze moet het wel. Oh, nee, toch niet. Hondenbroekjes. Huh? Nou, zet jullie naam wel op? Ja. Dit is fout gegaan. Hondenbroeken? Voor Sander? Nee, dat heb ik al niet besteld. Wat was er gebeurd? Nou, het pakketje was verkeerd. Het was onderbroeken. En niet? Wat was het eigenlijk de bedoeling dan? Een elektrische tandenborstel. Ja, die hadden we besteld. En toen kregen we onderbroeken. Dus nu ligt het pakketje daar alweer, want die moet retour. En Chanel is al even de voorbereiding aan het doen voor de kokerij. We gaan salade eten. Met allemaal lekkere dingetjes. Sla, croutons, dressing. Kip, avocado, peer, komkommer. Groene salade. Groene salade, struiven. Lekker. En een wijntje. Joehoe. Hallo mensen. Hi. Sander is er ook weer. Sander gaat weer weg, hè? Mm-hmm. Wil jij de broodjes er zo in doen? Bijna, ja. I can do it. Oh, maar ze zijn al klaar, dus ik kan helemaal nog wachten even. Hou je die linkie op de geïnse pot. Meteen lekker afwassen, hè, Lu? Hoi, schat. Hoi. Weer vloggen. Ik broodjes in de... Oh, wat heerlijk. Dit is wel stom, maar dan kan je bijna niet scheppen. Wat? Dit. Oh, ziet er echt lekker uit. Lekker broodje erbij. Wijntje. Nu niet macaroni. Eet smakelijk. Nou, eet ze. Eet ze. Morgen. Het is vandaag woensdag. En ik sta mijn eten te maken. Ik ga even lekker ontbijten. Het is... Oh, ik heb mijn horloge ook nog niet om. 8:30. En ik heb net Luna naar school gebracht. As usual. En vandaag gaan Chanel en ik lekker even shooten. We gaan even fotootjes maken. Maar dat betekent wel dat het me even niet lukt om vandaag te sporten. Wat ik heel erg vervelend vind, omdat het zit zo in je routine dat het echt gewoon vervelend is. En ik heb er heel veel plezier in. Dat je dan nu niet kan. Maar ik heb ook best wel spiepen in de benen. Nog van maandag. En in mijn billen. Of aan mijn linkerbil. Zo, die heeft wat te verduren gehad. Goed, anders waren we nu apps gaan doen en hitje. Goed, had gekund, maar het lukte nu gewoon even niet, want ik... Nee, dat werd er even niet, want ik moet dus mijn haar straks gaan wassen en we gaan klaarmaken. Ik moet nog allemaal kleding uitzoeken wat ik allemaal mee wil. En dat is voor mij ook echt een ding, want ik vind dat heel moeilijk. Om dat nu helemaal te gaan bepalen en bij elkaar te zoeken. Sowieso even een fotootje maken voor met de items van Goods & Gusto. Dat is ook een samenwerking. Ik maak even een fotootje. En ik neem mijn avondroutine. Ik heb een avondroutine gefilmd. En die moet ik nog wat dingetjes voor inspreken. Dus een beetje van die voice dingetjes eronder. Want ik vind hem anders net niet leuk genoeg. Dus dat moet ik ook nog even doen. En die dan exporteren. En inplannen. Want
die wil ik vanavond online hebben. Dus ik red het dan allemaal niet. Want mijn moeder die gaat wel Luna halen, want die is om 1:30 natuurlijk al vrij. Maar ik weet eigenlijk niet tot hoe lang zij kan en wat de bedoeling daar precies van is. Misschien gaat Luna ook wel spelen, maar ja, ik wil gewoon niet te laat gaan shooten, zeg maar. Dus ik wil eigenlijk gewoon 12 uur wel sowieso maximaal wel van huis. Oh, nu heb ik toch weer de olie erin gedaan. Ik wilde dat niet meer. Dom. Vandaar dat ik even gekozen heb, nou, gaan we even niet sporten, want we hebben vanavond wel voetbaltraining. En aangezien het was toch een soort cardio dag, ja, is dat niet super erg. Want dan krijg ik vanavond zo'n beweging. Ja, dat is de planning van vandaag. Lekker fotootjes maken. Oh ja, dat vertelde ik. Ik sowieso nog even met de Goods & Gusto foto's moeten. Dat is een samenwerking op Instagram. Verder moet ik maar even zien wat. Ik had ook Dr. Martens nieuw. Volgens mij had ik dat in deze vlog laten zien. Ik twijfel dus nog steeds over de maat. Ik heb ze al een maatje kleiner besteld. Want ik had al een keer een 38 in huis. Die paste niet, die waren veel te groot. Nu heb ik een 37. En op zich heb ik het idee dat de linkervoet qua lengte goed is. De rechtervoet eigenlijk wat, alsnog wat te groot. En dat hij om de voeten bij allebei. Gewoon zeg maar de ruimte. Hij heeft veel te veel ruimte. Dus ik dacht ik moet eigenlijk even met zooltjes passen. Want die heb ik wel. Ik kan ze gewoon nergens vinden. Zo irritant. Dus nu kan ik niet even checken of het goed is. Ja of nee. Of dat ik misschien toch nog een maatje kleiner moet hebben. Of bijna sterk lijkt. Want ik zit inmiddels heet het in maat 36. Even 38. Dan moet ik nu ineens naar 36. Ik snap er allemaal niks meer van die voeten van mij. Goed. Ja. Dat kan ik gewoon nu niet proberen. Dus dat is echt super vervelend. Dus die kan ik ook niet aan. Met shooten. Omdat ik niet goed weet of ze nou goed zijn. Ze zijn wel duur. Dus ik wil ze wel zeker weten dat het goed is. Heel vervelend allemaal. Maar goed. Ik ga even eten maken. Oké, ik heb de video klaar. Ik heb alles even ingesproken en hij is mee aan het exporteren. De laptop staat daar. En ik ga nu naar boven, want ik ga me nu klaarmaken. Ik moet dit meesjouwen naar boven, want dit zijn dus allemaal dozen met kledij. En dat moet mee, want ik moet dat allemaal gaan uitzoeken en kijken wat ik mee wil voor foto's. Dus dat ga ik doen. En even lekker douchen, mijn haar doen, want... Ja, normaal had ik het nog lang niet gewassen. Maar ik ga nu foto's maken, dus dan zit het wat mooier als ik het net gewassen heb. Nu kan ik het op zich leuk in een staart en in een half opsteek is het prima. Maar los is dan gewoon niet leuk meer, omdat het een beetje gewoon... Het wordt toch net even een andere structuur, dus ja, dan wil dat niet meer helemaal. Goed, ik ga jullie even een beetje proberen mee te nemen in hoe ik mij voorbereid op het foto's maken met het uitzoeken van de kleding en dat soort dingen. Het is niet dat ik dit heel vaak doe. Dus ik heb niet per se een vaste structuur en routine daarin. Dus vandaar dat ik zeg, ik ga jullie een beetje proberen mee te nemen. Want het is een soort... Ja, ik ben zelf ook echt helemaal een prutser in dat soort dingen. Vooral in kleding en zo. Maar goed, ik ga een beetje laten zien wat voor kleding ik meeneem. En hoe ik dat heb uitgezocht, zeg maar. Want ik heb wel inspiratie een beetje opgezocht op Instagram en zo. Dus dat ga ik jullie wel even een beetje proberen te laten zien. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Oké, ik heb mijn haren gedaan en mijn wenkbrauwen even geverfd. Ik doe dat trouwens met deze... Van Refectosil. Wat heb ik hier toch? Volgens mij is dat een beetje zelfverruimd niet helemaal goed is gegaan. Maar goed, ik heb hier nu alle dozen staan. En ik heb een nieuwe broek aan van de Zaar en een nieuwe trui hier. Maar ik ga jullie dat denk ik nog in de shoplog laten zien. Dat was wel de bedoeling in ieder geval. Dus ik ga dat nu niet uitgebreid laten zien. Kijk, hier liggen alle kleuren van de regenboog. Dus ik ga dat nu even proberen. Want deze broek, die is ook nieuw. En dan even kijken wat ik leuk vind voor op de foto. En ik moet sowieso ook iets van Goods & Gusto. Maar dat weet ik denk ik ook al. En die trui ga ik ook sowieso doen. Want die vond ik heel erg leuk. In ieder geval om een beetje ter voorbereiding te zijn. Ik heb hierbij opgeslagen heb ik shoot outfits. Daar heb ik dus wel een aantal dingetjes wat ik leuk vind. Kijk, dit vind ik dus sowieso heel erg leuk. En ik heb dus bij Goods & Gusto een leuke nieuwe witte hoodie. Met een stoere achterkant. En ik heb ook een leuke nieuwe leren broek. Die ligt ook weer helemaal onderop. Oh. En ik dacht, misschien is dat dan wel leuk voor outfit, voor een outfit. En dan van de achterkant of zo in plaats van voorkant. Maar ik had ook nog wel meerdere dingen. Kijk, dit lijkt me ook wel tof. En zoiets lijkt me ook nog wel wat. Ik heb wel zo'n soort broek van de Bershka. En dan met een topje en dan met mijn bomberjak, jackie.
hoe noem je dat? Zo'n cropped, ik weet even niet meer hoe dat heet. Maar dat lijkt me ook wel leuk. En ik heb ook wel zo'n soort trui. En dan met een wat wijder broek. Ik moet even kijken of ik dat heb. Kijk, ik zal deze trui even laten zien die ik heb. Dat is deze. Het is een beetje donker hier, maar dit is die trui. En die heb ik echt nooit aan, want hij is echt super dik. En dan wel crop, dus het is, ik krijg er heel erg snel zweetoksels in. Maar ik vind hem voor een foto wel echt heel erg leuk, denk ik. Dus dat is dan misschien ook nog wel leuk als outfit. Maar dan moet ik daar nog even een leuke broek bij vinden. Maar goed, ik ga dat nog even proberen allemaal. Ook even deze outfitjes allemaal. Oké, nice. Het is echt één bende hier. Maar ik heb echt iets van 7 outfits die ik mee wil. En eigenlijk wil ik er sowieso wel 6 op de foto. En ik heb deze. Een witte broek met dit shirtje. En daar heb ik eventueel dit tasje nog bij. Maar goed, het is een beetje een andere kleur blauw. Moet ik even zien. Dan heb ik deze broek. Hier, deze broek. Nog even afhalen. Met deze trui. Dan heb ik dit roze pak. Heel erg leuk. En dan heb ik deze broek met deze trui waar ik het net over had. Dit tasje. Die kan ook ergens bij. En dan heb ik die broek met deze trui van Goods & Gusto. En deze leren broek met deze trui, ja. Met die van Goods & Gusto dus. En ik heb 1 outfit aan. En dat is deze broek van de Bershka. Dit topje van de Zara. Is nieuw. Heel erg leuk. En ik neem nog mijn blazer mee. Voor als dat er ergens overheen moet ofzo. Dus dat is alles. Nou, mijn hele camera is overbelicht en ik weet niet hoe ik dat uit moet doen. Hoe noem je dat? Anders in moet stellen. Echt wat irritant. Maar het gaat goed. We hebben echt al heel wat outfits erop zitten. We staan nu op een dak van een parkeergarage. Nou, je ziet het dus bijna niet. Ja. Oh, het is gelukt. Ja. Yes. Yes, het is gelukt. Dus we gaan nu, ik heb nu een nieuwe outfit aan. Met een zwarte broek. Chanel is ook druk bezig. En we gaan nu even de stad inlopen. Want we hebben de parkeergarage nu wel gehad. Dan gaan we even, want we hebben honger. Dus we moeten eigenlijk even ergens wat te drinken wegvissen. Of te eten. Ja. Dus dat gaan we dan doen. En nog een paar fotootjes dus schieten. En dan gaat het eigenlijk ook best wel goed. Ik heb een blauwe verf, maar zo'n dunker. Nou ja, let's go. Hoi, het is inmiddels. Oh, ik ben aan het putsen. 5:30, 6 bijna. En ik ben eten aan het maken. Het was leuk vandaag. Fotootjes zijn ook goed gelukt. Ik ben blij. Ik ben nu dus aan het koken. Hello Fresh. We eten een pasta. Ik zal hem even laten zien. Waar zijn we vandaan? Waar hebben jullie hem gestopt? Weet ik niet. Ja, hij lag eerst hier. Ik heb ze niet uitgegaan, dus jij weet het. Nee! Nou, dat is zo raar. Ja, er waren wel een aantal leuke fotoplekjes en assen. Maar ik heb jullie wel een beetje mee proberen te nemen. Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Kijk, deze hebben we fresh eten. Pennen met kippenballetjes in een hoge kaassaus. Jullie! Dus, het maakt wel veel werk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Donderdag, ja. En ik sta weer hier in mijn keukentje met mijn ontbijt te produceren. Want ik ga zo meteen weer sporten. Gisteren heb ik natuurlijk niet gesport. Gisteren hebben we fotootjes gemaakt en dat was heel erg leuk. Dus eigenlijk de eerste, nou we hadden het 1 keer eerder hebben met vriendinnen. Dat was ook met Eve en Emma. Zijn we ook echt even op tour geweest naar Friesland. Toen hebben we daar echt even fotootjes gemaakt en ook wel omgekleed en zo. Maar dit was echt massaproductie. Het was gewoon foto en weer omkleden en weer omkleden. En helemaal uitstippelen hoe gaan we dit doen. En ik hou daar echt van. Ik vind het helemaal leuk. Mijn vriendinnen zijn niet heel erg daarvan.
Maar Chanel is de laatste tijd dus wel een beetje van dat ze wel, wel leuk vindt om wat leuke foto's en zo te hebben. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dan heb ik eigenlijk iemand die dat met mij wil. Want ja, ik heb verder dus niet echt vriendinnen die dat ook heel erg leuk vinden om te doen. Dat influencerachtige leventje. Maar goed, ja. Dus wel even heel wat leuke foto's gemaakt. Ik heb ook al één online gezet. Jullie moeten me maar even volgen op Insta. Is @sanne_verhoeven. Daar komt binnenkort echt alles wel op te staan. Ik heb gewoon een paar voorraadjes gemaakt. Gewoon een paar foto's gemaakt voor voorraad. Daar kan ik gewoon de loop van de weken dat af en toe even plaatsen in. Ja, was leuk. We hebben gewoon parkeerplaatsen en zo. Dat is echt goed gelukt, vond ik. Dus blij mee. En nu gaan we zo meteen sporten. En ik weet niet, gisteren hadden we training. Het ging wel op zich wel prima. En ik heb dus echt van maandag nog steeds een beetje spierpijn in mijn bil. Echt. Dat was ook echt intense spierpijn. Ik heb echt al een tijdje geen spierpijn meer gehad. Maar ik had echt even een heftige training gehad, blijkbaar. Maar nu weet ik niet, want we zeiden eigenlijk is vandaag leg day. Maar we zeiden ja, van gisteren hadden we natuurlijk training. Mocht dat nou een beetje heftig uitpakken qua spierpijn of zo, laten we dan omdraaien. Maar ik weet niet hoe dat natuurlijk met Chanel is en haar spierpijn. Dus ja, wat mij betreft kan het op zich wel. Ik heb verder niet heel erg spierpijn. Een klein beetje. Oh, nog. Maar dat is niet van gisteren, dat is vooral van maandag nog. Dus, maar even zien wat zij wil. Anders gaan we denk ik gewoon lekker inpakken. En anders dan doen we armen en abs. Helemaal zin in. Ik weet niet wat ik vandaag verder nog ga doen. Ik moet eigenlijk nog mijn vlog editen. Ik wil ook nog ergens een video op gaan nemen. Ik moet het allemaal nog maar even zien. Thuis. Ik heb even met Luna boodschap gedaan. Luna had ik opgehaald van school vanmiddag en ja, die is er weer. En ik heb dus nu boodschap gedaan. Vanavond komen dus Emma, Chanel en Emily eten. Emily is een collega van Chanel en inmiddels ook wel vriendin. En maar ja, dus die kennen wij ook wel. Dus die komt ook gezellig mee. Ik ga jullie boodschap laten zien. Het is op zich redelijk veel. Ik dacht het is heel even leuk om te laten zien. Ik was bij de Appie en bij de Lidl. Lidl heb ik het meeste, maar ik begin even met App. Ik heb even een nieuwe frietsaus, want de een is bijna op in de koelkast. En we hebben nog wel een nieuwe in de kelder, maar ik vind het altijd prettig om extra te hebben. Ik kreeg gratis chocola, maar het is dark milk. Extra cacao, ook niet zo van. Druiven. Ik zag ijsklontjes. 2 keer aardappeltjes, want we eten nou dus met spieren en we eten aardappeltjes met biefstuk en... Ik heb ook een cookie dough Ben & Jerry's mee. Heerlijk. Ik eet dat echt nooit, maar ik had er ineens zoveel zin in. 2 keer croutons. 2 eetrijpe avocados. En nog een dark milk chocola. Zo. Banana's. Twee lekkere paaskoekjes. 2 keer paaseieren. Ja, melange, krulsla melange heb ik. Wat hier? Ik heb gewoon ijsbergsla met tuinkruiden. Mama, ja? Ik wil eigenlijk die andere bak, die witte. Zit daar wat in dan? Frutella? Niet te veel, hè? Dan en nog... Frutella. Rucola melange. Rucola melange. Maar ik hou daar niet van. Maar zij wel. Ja, maar die zit echt super lang. Ja, dan moet je even een paar pakken. Kipfilet. Nee. Oh nee, dan ga ik weer bij. Hier. Eieren. Appels. Boter. Magerkwark. Komkommer. 2 keer biefstuk. Nou ja, eigenlijk 4 keer, maar 2 pakketten. En kaas. Dat was hem. En zegeltjes voor deun, dus die moet je even plakken. De Jungle Spar minis. We moeten nog best wel veel. Ze heeft er al 2. En we zijn dus weer bezig voor een nieuwe. Mocht je die dingen hebben, als ze niet willen, wij willen ze wel. Hè? Kijk. Nou, dus deze bende ga ik even opruimen. Tadaa!
En dan, dan wil ik eigenlijk nog even beginnen met mijn vlog te editen. Het lukt me net niet. Oh, dit is het gezeik. Het ligt dus niet aan mijn SD-kaart. Zal ik deze hierin doen? Ja, heb je er 4? Goed, ik zei aan het begin van de vlog, heb ik het volgens mij verteld. Ik heb dus een nieuwe SD-kaart gekocht, omdat ik dacht dat hij dus niet meer deed. Want die beelden wilde niet meer importeren. Elke keer kreeg ik dan een soort error-foutmelding van, het is gestopt. En dan was die SD-kaart weer verwijderd. Maar ik denk dus dat het daar niet aan ligt, want ik heb het dus nog steeds. Maar ik denk dat het dus ligt aan dit verlengstukje van mijn laptop. Want die harde schijf heeft het soms ook. Alleen, ja, volgens mij is het de oplader van het laptop er geen last van. Dus ik weet niet zo goed. Ik heb dat ding net nieuw en dat kost 100 euro. Dus misschien moet ik er dan even achteraan bij Coolblue, want daar had ik hem besteld laatst. Een paar of twee maandjes terug of zo. Ja, maar goed, wel wat een beetje zonde. Ik heb dus al een nieuwe SD-kaart aangeschaft van bijna 40 euro. Dus ik wil dat eigenlijk dat het nu wel gefixt wordt. Want elke keer zegt hij weer foutmelding, moet ik weer opnieuw beelden importeren. Het kost echt zoveel tijd. En dan flikkert die harde schijf er ook nog eens uit. Nou, dan moet die weer helemaal... En dat duurt zo lang met het laden van die iMovie. Nou, dat is allemaal gezeur. Jullie begrijpen er waarschijnlijk helemaal niks van. Ik stop er nu mee. Maar ja, ik was dus nog steeds niet toegekomen aan het editen. Al probeer ik het al de hele dag. Maar goed, dat ga ik dan nog even een uurtje doen. En dan denk ik ook dat de meiden er dan wel zijn. Dus. Het is inmiddels alweer de volgende dag, maar ik heb het vanochtend nog niet afgesloten. Dus dat ga ik bij deze nog even doen. Ik wil jullie heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem wel leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram. @sanne_hoeven. En dan zie ik jullie heel graag weer volgende week. En volgende week ga ik beginnen met twee vlogs. Twee vlogs per week. Dus ik denk dat ik dan dinsdag of zo de eerste upload. En dan vrijdag de tweede. Moet ik nog even zien. Maar goed, dat wordt wel het doel. Dus dan kunnen jullie twee vlogs verwachten. En een extra video. Dus tot volgende video. Doei doei!